Sterkte, Wout. Ja. Wout, je moet al even zingen, hè. Zing maar iets van... Ik ben toch lekker wereldkampioen, wereldkampioen, wereldkampioen. Ik ben toch lekker wereldkampioen. Na 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 na. Zeg tegen die man links van u, maar jij doet dat slecht, zeg. Moet dat iets breder, meneer. Dat is stevig, ja. Dan is de inspanning beter. Ja, maar ja. Ik ben ook wereldkampioen, hè. Ja. Ik ben wereldkampioen ook natuurlijk. Hè. Ik heb ook de B-post gewonnen. Ja, de B-post heb ik ook gewonnen. Dan kan ik mijn startgeld wat optrekken. Volgend jaar kan ik mijn startgeld wat optrekken. Ik doe toch alles. Ik doe toch alles. Voor het geld. Voor het geld. Uiteindelijk draai je het daarom de zware. Ja, ik stop ermee. Ja. Ik ben toch al wereldkampioen. Ik heb deze allemaal niet nodig. Toch al wereldkampioen, dus zal ik geen avans niet meer. Zwaar. Vraag je dan zo om die man met zijn handdoek? Of dat je zijn handdoek mocht lenen? Meneer, u ziet vragen, zou ik u een handdoek mogen lenen? Allee? Zou ik u een handdoek mogen lenen? Nee. Voor een even twee dagen. Ik heb mij sinds het wereldkampioenschap nog niet gewassen. Ik heb mij sinds 2K niet meer gewassen. Dat is toch niet Wout? Jawel, jawel, jawel. Serieus? Je kust dat lijf er eens mee af, onder een t-shirt. Oh, nee, 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 oh, ik ben dat vergeten. Je mocht die een handdoek houden. Mocht een handdoek houden, naast, ik heb hem nu mijn hoofd. Dat is een souvenir. Dit is geld waard na, nou, dat ik... Ja? Ah, dat is goed. Hallo. Jo. Zeg eens, ik ben Laurens. Ik ben Laurens en jij? Ik heet Laurens en jij? Ah, oké. Okay. Stel dan eens voor om even een koersje te doen. Gaan we anders eens een koersje doen? Ik zal eens zeggen start en stoppen. Ah ja. Oké, okay, doe maar. Zeg maar start. Oké, okay, doe maar, zegt hij. Ik kan alles aan. Ik kan dat wel aan, denk ik. Start. Ja, ja. Ja, het is keigoed. Blijf er gaan. Blijf er gaan. Die is ook aan het kijken naar hem. Die is aan het kijken. Ik ben zo een. En ik ben zo een. Die dan nooit stopt, hè. Die nooit stopt. Ja, zo een ben ik. Ze biedt vliegt mijn broek in brand. Biedt mijn broek in brand, hier. Van balkjes beginnen al te gloeien. Blijven fietsen. Ik kon eens douchen, zegt. Nou ga ik toch eens douchen, denk ze. Wat ermee? Ik zal maar gaan. Ja. Dus. Nog wat trainen. Heb er zin in? Oh, nu ja. Nog wel, straks nog niet wel. Meer. Oké. Okay. Normaal rij ik zo snel niet. Normaal rij ik zo rap niet, zeg. Volgens mij. Volgens mij... Zit er hier een motortje in dat kader? Zit er hier een motortje in? Ja, dat gaat vanzelf. Maar ik moet toegeven. Maar mag ik nu toegeven? Het toestel? Het toestel hier. Is niet van mij. Dit toestel is niet van mij. Die heb ik juist verkocht aan een vriend. Deze heb ik pas verkocht aan een vriend. Die last van raar. Die zit hem makkelijk in het zak. Het is een raar verhaal natuurlijk, maar... Wij zijn ook wel raar, hè. Veldritwereld is allemaal rare mensen, eigenlijk. Kijk maar naar mij, kijk maar naar mij. Als je naar mij ziet, bijvoorbeeld, ja. Wie ligt er zijn haar nu zo? Wie ligt er zijn haar nu zo, hè? Ik zou ook veel liever... Ik zou eigenlijk ook veel liever... ...een Belg geweest zijn. Een Belg zijn geweest. Dus waar, ja. Ja. Maar dat mag niet van mijn vader. Maar ons pa, die is al een beetje tegen, hè. Dat is een strenge, is onze pa. Echt streng op dat vlak.
Ja, A3. Atje. 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 Ah, ja. Zo staat hem bij ons bekend, Atje. Dat is echt maf als je die zijn e-mailadres kent. Dat is Atje At. Zijn e-mailadres is eigenlijk het grappigste, want dat is Atje At, snap je? Ja. Ja. Atje At telenet.be. Ja. Wat benieuwd? Jullie zijn hier allemaal neergestreken. Nergens? Ja, er is iets te doen vanavond in de buurt. Waar moeite jou mee? Ja. Eigenlijk zijn dat jouw zaken die... Eigenlijk zijn dat jouw zaken natuurlijk niet. Mijn trainer zegt altijd, hè. Mijn trainer zegt altijd... Een vrouw? Een vrouw. Daar moet je niet te veel naar luisteren. Die zegt dat je niet te veel naar vrouwen moet luisteren. Oh, matje! Weet wat hij ook nog zegt? Weet wat hij ook nog wel eens zegt? Als je een berg opfietst, hè? Als je een berg opfietst, dan kun je onmogelijk aan het afdalen. Dan kun je onmogelijk naar beneden aan het rijden zijn. Ja. Verstaan wat ik bedoel? Die heeft iets tegen mij gezegd. Die zei ooit iets tegen mij, maar Mathieu, dat was toen ik nog klein was. Hè? Ja. Nu moet je een uur op één been staan. Hij zei, Mathieu, nu moet je gewoon eens een uur op één been staan. Ik zeg, dat doe ik niet. Ik zeg, dat kan ik niet doen. Ik zeg, en dat is niet goed. En dan weet je wat hij dan zei? En hij zei terug tegen mij, ik weet het nog goed. Oh, laat dat maar. Laat dat maar, zeg maar. Ik zeg, dat moet ik niet doen. Het is nogal een verhaal, hè, zeg. Goh. Het is nogal een verhaal, hè. Man. En ze hebben ook al veel meegemaakt, ze. Ja. Dat is een straffend trein. Ja. Allee, ik stop ermee. 7 minuten, dat is genoeg. Ja. Zo snel mogelijk. Amai, dat is al vrij snel. Zwaai eens maar dat meisje. Hey. Hey. Ze wil het niet. Maak u eens wat groter, jong. We zien je niet staan. Ik ga er gewoon naartoe. Hey. 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 Ik ben Lars. Ik ben Lars. Ik ben Europees kampioen. Ik ben Europees kampioen. Veldrijden. Dat stelt niet zoveel voor. Dat stelt niet zoveel voor. Maar ik ben het wel, hè? Maar ik ben het wel. Cool. Het schaamt als ik gewoon wegloop, jongen. Misschien moet ik even teruggaan. Ga nog eens even terug. Ah, dag mevrouw. Hoi. Het heel papierke. Je heeft een heel papierke. Volledig afwerken. Mag ik dat lijstje niet zien? Mag ik dat lijstje zien? Goh, dat stelt ook niks voor, zeg. Oh. Ik stel niet veel voor, zeg. Even iets anders. Even iets anders. Ik val wel op rijpere vrouwen. Ik val wel op oudere vrouwen. Ik kan het niet maken. Krap, krap. Als je wilt, kan ik de conditie wel aanscherpen, zeg. Zie je die mevrouw met haar armen fietsen? Ga er een keer naartoe en vraag een keer als ze koffie aan het malen is. Zij de hij koffie aan het malen? Mevrouw. Dit is gewoon keihard lang. Allee, vraag het om, hij kunt dat. Zij de hij koffie aan het malen? Ja. Kom, deur. Ja, jongen. Kom op, Tom. Jawel, ik zie. Allee, zet jij koffie aan het maken? Mevrouw. Mevrouw, ik heb een vraagje. Dat is een poesje, Lars. Zit die kop. Allee. Mevrouw, zet jij koffie aan het maken? Kom op. Poesen, allee, toch, jongen. Kom op. Zegt iets goeiendag tegen die links van hem. Zeg maar, zeg maar, zeg mevrouw. Dag mevrouw. Volgens mij is die rechts van mij
Oh, allee, man. Zijn jullie klaar met koffie malen? Ja! Ja, ik doe het! Je moet er zo naar die loopband gaan en zo op de grond kijken. Alsof dat je iets kwijt bent. Zo van verdoemen, verdoemen. Zo'n beetje binnenmonds vloeken en... Verdoemen, verdoemen. Verdoemen, ik ben... Wat is op je knieën even? Wat even op je knieën? Ja, kijk goed. Daar kijken. Ja. Nee, ik zie het niet. Ik zie het niet, man. En nu daar even op je knieën. Zoeken. Zit je zien? En vraag dan dat meisje, heb u het misschien zien liggen? Heb jij dat soms gelegen, mevrouw? Wat? Ik ben iets kwijt. Heb jij dat soms gelegen? Ik ben mijn toupet kwijt. Vandaag, zegt. Ja. Hebt u toevallig misschien... Een toepet zien liggen? Een toepet zien liggen? Oh, the fuck you, zit. Moest hem zien liggen, dan moet hem wat water geven. Moest hem zien liggen, dan mocht hij hem water geven. Mijn toepet. Allee, daai. Yes, God.